Van harte welkom bij vlog 3. Hartstikke leuk dat jullie kijken. Het is dit keer de kersteditie. En vandaag staat er weer heel veel leuks op het programma. Jullie gaan heel even kort samen kennis maken met Annie. Een cliënt bij ons op de afdeling. We gaan binnenkort ook bij haar op het handje kijken. Dat is hartstikke leuk. Laat ze zien wat dat precies is. Nou ja, dat voor de volgende keer. Daarnaast vandaag ook Sascha in de aflevering. Hartstikke leuk. Dus blijf gerust kijken. Weet dat jullie nog steeds je vragen kunnen stellen op dit e-mailadres. En die vragen behandel ik en dan kijk ik naar en dan doen we wat mee. Dus hartstikke leuk en voel je vrij om daar wat mee te doen. Nou ja, ik wens jullie ook dit keer heel veel plezier met kijken. Mocht er wat zijn, laat het weten. Ik ben in ieder geval heel dankbaar voor de feedback en leuke reacties die ik heb gekregen van mijn eigen collega's bij Altrecht, maar ook van de mensen die buiten de organisatie die iets mee hebben gedaan. Dus super. Dus, we gaan nu eerst langs Sascha. Sascha is al ontzettend lang bij ons opgenomen en we werken met ontzettend veel schik met Sascha. En ik denk dat Sascha zeker de moeite waard is om even kennis mee te maken. Vindt hij ook leuk? Dus dat gaan we nu doen. En Sascha is al lekker een plaatje aan het draaien. Hey jongen! We komen even filmen als je het goed vindt, man. Vind je het goed? Ja? Nou, we komen even binnen, man. Oh, ik zet alleen de muziek even wat zacht als je hebt, Sas. Ja, Sascha is echt, zoals je kan horen, echt een oude hiphopper. Veel gedaan ook in de graffiti scene. Samen met zijn broer en met vrienden ging hij vroeger altijd graffiti spuiten. Ja, en zoals je kan zien, dat zag er erg goed uit. Er is zelfs een boek gemaakt ook, wat die jongens met elkaar hebben gedaan. Deze heeft zijn broer dan geloof ik gemaakt, toch Sas? Deze heeft je broer gemaakt, toch? En jij hebt samen met je broer ook de wand gedaan. Ja, dus je bent er samen heel druk mee geweest. En dit is volgens mij, was jouw tag, toch Sascha? Als je dingen op de muur schreef, dan zet je dit meestal neer. Ja, dan ging je met de spuitbus, maakte je, was het deze toch? In Woerden? Dat maakte je vaak. Ja. En Sascha is dus echt een oude hiphopper. En hij heeft gebreakdance, veel met graffiti gedaan. En luistert nog steeds veel hiphop, ook zijn platen spelen die daar staat. Daar doet hij ontzettend veel mee en dat probeer je een beetje in te houden. Voor Sascha is het wel heel moeilijk, toch Sas? Om... Oh, je gaat hem even afhalen. Ja, hij zit vast, jongen. Dat hebben we volgens mij al een keer vastgeplakt. Voor Sascha is het moeilijk om zich verbaal uit te drukken, toch? Dat is een beetje lastig voor jou soms. Maar omdat we elkaar al zo goed kennen en vaak ook dingetjes van elkaar wel weten, kunnen we er toch vaak achter komen wat je nodig hebt of wat je graag wil, wat je belangrijk vindt. En juist door samen dingen te doen, activiteiten, komen we daar vaak wel achter met elkaar, toch? Ja, toch? Activiteit vind je wel leuk. Nou, dat is mooi om te horen. Nou ja, dat is voor jullie misschien lastig te verstaan, maar Sascha die is ondertussen met me mee aan het praten. En we hebben altijd onze vertrouwde handshake, die we altijd doen. Toch, Sascha? En het grappige is, Sascha die weet dus, ondanks dat er in de loop van het jaar best wel veel beschadiging is geweest. Sascha die kent bijvoorbeeld oude hip-hop nummers, die kan die nog helemaal meezingen. Dat weet hij allemaal nog. Ook zijn tekenen en zijn graffiti, dat zit er ook volledig allemaal nog in. En dan kan je zijn vette breakdance move laten zien, Sas? Hoppakee, kijk, nou ja, zoals je kan zien, dat zit er allemaal nog in bij hem. Hoppakee, netjes, Sas. Lekker, man. Sascha zal niet zo snel iets uit zichzelf zeggen wat hij moeilijk vindt of lastig vindt. Maar door samen dus dingen te doen, en volgens mij vertelde ik dat net ook al, komen we daar wel achter. En is er toch contact door juist dit soort dingen. En Sascha is ook iemand zoals nu zondag, niet mijn favoriete dienst. Kom ik binnen 's ochtends, denk ik ook wel eens half acht in het weekend. En Sascha, die zie je dan. En Sas, en dan begin je te lachen 's ochtends en denk van yes, weet je, ik ben weer aan het werk. Zo iemand is Sascha dan ook. En we noemen hem dan ook wel eens liefkozend de mascotte. Hey, heb jij nog dingen die je ons wil laten zien, Sas? Wel de moeite waard om te laten zien. Laat te zien aan de camera. Nee, je moet hem even de voorkant moet je even laten zien. Ja, ja nu, maar nu ziet de camera het niet. Dus als je hem dan even draait. Hier. Ja, kijk, daar is de camera. Moet je even laten zien. En deze graffiti is door, samen met Sascha volgens mij ook, en weet ik niet zeker, maar in ieder geval door zijn broer gemaakt. En Sascha heeft dus schizofrenie. En het oude beeld van schizofrenie was toch wel vaak, hoe vroeger het werd gezien, het gekke huis en toch een beetje horrorachtige omstandigheden. Nou ja, zo is hij dus dan ook gemaakt. En het heeft voor hun natuurlijk ook veel betekend dat ze hebben heel goed contact nog met Sascha, dat Sascha nu hier zit. En ze doen nog ontzettend veel met hem. En ook als eerbetoon hebben ze deze dus, en deze staat geloof ik nog steeds in Woerden, hebben ze deze dus voor hem gemaakt. Echt heel tof.
En het leuke is ook, we doen nog wel eens kleding pimpen ook met Sascha. En Sascha kan nog steeds die graffiti letters en die figuurtjes soms wat lastiger, toch? Figuurtjes wat lastiger, maar dingen tekenen zoals letters en dat soort zaken, dat zit er allemaal nog goed in, hè? Ja. Wil je nog wat vertellen, Sascha, of niet? Nee, je weet het echt niet? Nou ja, dan is het wel goed zo, toch? Ja. Dankjewel, jongen. Hé, door even bij jou mochten kijken. Hoppa. Nou, hartstikke leuk dat jullie weer gekeken hebben. Ik hoop dat ik jullie dit keer ook weer jullie aandacht erbij heb kunnen houden. Ja, ik zit hier dus samen nu met Annie. En Annie komt dus volgende week, gaan we daar op de koffie, toch Annie? Ja, zeker. Dus dat wordt hartstikke leuk. Hey, Annie, heb jij nog plannen voor de kerst? Ja, met de kerst komt mijn jongste zoon bij mee. Ik ga lekkere dingen voor hem halen. En we maken het samen heel gezellig. Ik hou zielsveel van mijn kinderen en daarom laat ik hem komen. Kijk, nou super. Heb je ook nog wensen voor de kerst, Annie, of niet? Ja, ik hoop een heel vredige en rustige kerst te krijgen met veel innerlijke rust en vrede wat ik hard nodig heb. Kijk, helemaal goed. En wens je ook de mensen zo'n vredige kerst? Ik wens alle mensen die kijken een heel zalig en gelukkig kerstfeest samen met hun familie en dierbaren. Dat jullie het allemaal heel gezellig samen mogen hebben. En ook een beetje kunnen denken aan Jezus, het kindje wat voor ons geboren is en voor ons gestorven is aan het kruis. Je maakt een heel verhaal van, Annie. Fantastisch. Ja. Nou, je bent een schat. Even iedereen die kijkt, een fijne kerst toe. Wens ook namens mij, wens ik iedereen een hele fijne kerst toe. Geniet ervan en hopelijk tot over 3 weken weer. Het gaat jullie goed.